In een tijd van oude goden en monsters is er een held die het dapperst, het meest episch, het meest spectaculair fabeltastisch is. Wacht, is dat wel een woord? Lees hem maar. Het meest spectaculair fabeltastisch is van... Nee, weet je wat, ik ga het gewoon niet zeggen. Ah, oh, echt? Prima, ik doe het zelf wel. Aanschouw, koning aap. Dit hier is Stok, mijn loyale compagnon. Er was eens een oude aap die altijd zei... Jij hoort niet bij ons, buitenstaander. Hij heeft gelijk. Ik hoor hier niet. Ik hoor bij de onsterfelijke. Zij zullen jou nooit accepteren. Ik word legendarisch en ze moeten me wel accepteren. Je moet op zijn minst 100 monsters verslaan om alleen al hun aandacht te trekken. 100 monsters verslaan? Geen probleem. Heeft er iemand een held nodig? Alsjeblieft, daar is een monster. Hou je mond, anders eet ik je op. Hey, rood meisje, laat deze arme, onaantrekkelijke mensen met rust. Ah, hij is ongelooflijk. Hij redde ons door. Soort van. Woe, koning aap. Ik bied mij aan als uw nederige assistent. Dacht het niet. Alsjeblieft, ik wil gewoon ooit grootse dingen doen. Net als jij. Prima. Ik zei prima. Loop eens door. Dat kleine aapje is de machtigste, stoerste strijder. Met de beste smaak. Wat een gast. Iemand nog meer commentaar? Nee hoor. Nee. Ik ben de machtige drakenkoning. Sterf als vlieger. Dat was de cue voor de bliksem. En daar is hij. Ik kan dat ding verslaan. Misschien is het verslaan van iedereen niet het antwoord. Misschien vind je geluk door anderen te helpen? Kom mee, Stok. De wereld heeft ons nodig. Koning Aap is oppermachtig! Jij bent gestoord! En aantrekkelijk. Als je dan toch kritisch wil zijn, wees dan eerlijk. Koning Aap. Wow, dat is echt een goede tekst, man.